Amelie. Ze zijn nu nabij. We gaan kijken over welke deelsector jij de sterktes of de uitdagingen even mag gaan vertellen. We maken even stil over de zorgboerderij. Ja, daar heb ik daar straks ook al aan gehad. Dat is inderdaad een hele uitdaging. Maar het is nog veel te onbekend binnen de gehele landbouwsector. Het kan eigenlijk op alle bedrijven toegepast worden en het heeft mij, zelfs voor ons bedrijf, enorm aan het denken gezet. Het is zowel voor mensen met een beperking als time-outers of mensen die een sociaal probleem hebben. De zorgboerderij biedt contact met dieren en biedt ook rust, ritme en regelmaat. En de mensen krijgen een verantwoordelijkheid en daardoor komen ze terug op het rechte pad. Het is ook wel een moeilijke sector, het is een deel gesubsidieerde sector. Maar ik hoop echt oprecht dat we een zorgboerderij meer en meer in onze Vlaamse maatschappij zal komen. Voilà, en nog een warmere samenleving krijgen we zo. Dank u wel.